welkom bij deze tutorial voor het paaskonijntje. Eerst gaan we hem natuurlijk tekenen. Ik heb hem al op de canvas staan, maar nu gaan we hem op papier tekenen. Of ik ga hem nu op papier tekenen. En je kan meteen ook op je canvas tekenen. Dus we beginnen met het midden van de canvas. Van onder een groot hart tekenen. Een hart voor de borst van het konijntje. Dat is stap 1. En dan kleine ovaaltjes voor de pootjes. En een klein ovaaltje voor het snuitje. Ietsje lager dan ik hier heb getekend. Dus nog ietsje lager, een klein ovaaltje. En dan met twee bijna ovaaltjes ook als wangetjes van het konijntje. Dus die zijn ietsje groter, die ovaaltjes. En komen zo ver als tot waar de pootjes komen. Hier teken ik alvast het snuitje, het neusje. En dan gaan we een soort van cirkel maken door het midden van die ovaaltjes. Dus de bovenste lijn daar het midden van. En dan zo door de helft van het snuitje. En een soort cirkeltje waardoor dat je het hoofdje krijgt. Dan kan je die ietsje lager maken, je kan die wat hoger maken zoals je zelf wil. Dus dat is een halve cirkel ongeveer voor het hoofdje. In het midden bovenop een kleine spatie voor de oortjes. En dan de oren, die teken ik nu in een knikje. Je kan kiezen wat je doet, je kan ook de oortjes recht naar boven tekenen. Ik maak ze met een knikje naar achter. Er is een stukje van de binnenkant van het oortje te zien natuurlijk. Even de lijntjes verduidelijken, omdat ik dacht, misschien is het niet echt goed zichtbaar op de camera, dus dat doe ik in dit geval. En dan maak ik een klein foutje. Maar dat is niet erg, want er wordt overheen geschilderd uiteindelijk. Dus dan zien we het hartje nog en de pootjes. En het tweede oor, dus aan de zijkant van het hoofdje, het beginpunt en het eindpunt bovenop het hoofdje. Ook die maak ik met een knikje. Zo. En dan zien we iets meer van de binnenkant van het oortje. Daar. Dan gaan we nu de oogjes nog tekenen. Oogjes van een konijntje zitten een beetje aan de zijkant. In het begin en het eindpunt van de oogjes teken ik al het lijntje eerst en dan verbind ik ze gewoon. Dan teken ik alvast de buitenrandjes duidelijk. Dus puur voor mezelf, zodat ik het goed zie waar dat ik straks moet inkleuren. En ook de stipjes. Natuurlijk breng ik die nog aan met witte verf achteraf, maar toch in de schets
zet ik die er meestal ook al in, om een indruk te geven van hoe dat het er uiteindelijk komt uit te zien. Alle wimpertjes en nu in het midden van het neusje een klein streepje. En dan zou ik daar bijvoorbeeld een driehoekje kunnen tekenen. Maar dan kijkt hij nogal triest, dus ik los dat op door twee kleine haakjes te tekenen aan dat streepje. En meteen kijkt hij al heel erg vrolijk. En dat vind ik dat het wel hoort bij Pasen. Dus dan werk ik dat meestal nog af met een streepje onderaan het kindertje. Ja, ik laat zien dat hier eigenlijk niet nodig is. Die lijntjes heel hard daar te laten zien. Die gaan we niet zo apart inkleuren, dus ook in mijn schets doe ik dat dan niet, dat die lijnen daar niet hard zijn. Zo, dus we hebben ongeveer onze schets er eigenlijk al op staan. En zo heb ik hem dus al op mijn staan op mijn canvas. En dit is een canvasje dat ik al eens eerder had gemaakt. Ietsje groter konijntje, maar eigenlijk het principe blijft hetzelfde. Dus het zijn gewoon wat ovaaltjes bij elkaar, en een hartje en een cirkeltje. Elk figuur is eigenlijk uit kleine figuurtjes opgebouwd. Dus deze is best wel simpel. En dan toon ik nu even dus de kleuren die ik gebruik hiervoor voor mijn konijntje om te beginnen. Dat is titaniumwit en primair rood en heel donker paars. Het heeft vast een andere naam, maar die ben ik nu even kwijt. Ik zal ze in de beschrijving zetten. Ik gebruik hier een plastic plaatje om een verf op te doen. En nou ja, naar mijn ondervinding is dat het beste. Je kan gerust op karton bijvoorbeeld werken of op hout. Alleen, ja, daar gaat het ten eerste al niet meer van af. Ten tweede trekt dat ook vocht uit de verf, waardoor dat die ook sneller droogt. Dus ja, op plastic, op glas, een tegel bijvoorbeeld, dat is eigenlijk een betere oplossing. En dan blijft je verf ietsje langer. Nou ja, nat, vochtig zou ik maar zeggen. En kan je er ook wat langer mee werken. Dan trekt er ook, ja, kan je eigenlijk ook meer opgebruiken van je verf. Dan trekt er niet zoveel in bijvoorbeeld hout of karton. En dan zijn we eigenlijk klaar om te beginnen met het inkleuren. Dus ik gebruik daar vooral deze penseel voor. Ik gebruik nog andere voor ook natuurlijk. Maar ik gebruik deze grote penseel van Amsterdam. Die heb ik al een hele lange tijd. Ik ben er ook heel erg blij mee. Het is een wat duurdere penseel, synthetisch wel. Maar je kan er mooie lijntjes mee maken en door hem op zijn kant te houden. Maar je kan ook meteen grotere vlakken invullen hiermee. Dus eerst geef ik het konijntje al een basiskleur. De basiskleur is wit. En dus gaat heel het konijntje eerst in wit ingekleurd worden. En dat geeft achteraf eigenlijk ook de mooiste effecten als er al een lichte kleur op staat. Als ik er dan nou ja, lichte kleur, zoals wit eigenlijk. Ik gebruik meestal wit dan. Dan gaat de invulling, de paarse invulling,
mooie kleurschakering krijgen. En dan zal ik hierna ook de video wat versnellen. Anders duurt het natuurlijk heel lang. Omdat ik er tussenin bijvoorbeeld mijn kwast uitspoel of even iets anders aan het doen was. Dus op deze manier zie je ook wat er gebeurt. Ik pak een beetje van de paarse kleur erbij en je ziet dat het meteen eigenlijk met het wit al een mooi lila vormt. Dus er echt heel weinig van het paarse te pakken, krijg je die mooie lila kleur en ik duw een beetje op mijn penseel om op die manier de kleur eruit te krijgen en dit geeft juist die mooie natuurlijke schakering. Dus ik voeg hier en daar wel wat extra donker toe en dan hier een beetje roze voor de binnenkant van de oren en voor straks het rood op voor het neusje. Binnenkant, onder de kin, onderaan de borst ook, daar is het wat donkerder omwille van de schaduw natuurlijk. Dus ik breng hier en daar wisselend wat schaduw toe en ook wat highlights. Dus nu pak ik de Filbert brush. Die Filbert is natuurlijk wel wat kleiner. Mijn Filbert is heel erg versleten. Maar hij is nog perfect werkbaar. Dus om ietsje fijner te werken, pak ik deze nu. Ik heb tot nu toe ook nog geen water gepakt. En nu ga ik weer gewoon verder met details aanbrengen in haartjes en lichtschakeringen en wat schaduw, highlights en door de laagjes eigenlijk op en neer steeds weer creëer je een natuurlijk vachteffect. Kleine haaltjes. Neusje. Het fijn penseeltje nog even verwerken. En ik volg gewoon voor de rest de lijntjes. Dus nu gewoon inkleuren. Gewoon even laten kijken naar waar dat ik de donkere stukjes doe en de lichte.
Nu pak ik de dotting tool. Dus dit is, kan je gebruiken voor van alles eigenlijk. Deze is vooral bedoeld om perkament te bewerken. Maar werkt perfect om dotjes te zetten. Als je dit nu niet hebt, kan je ook gewoon een tandenstoker of de achterkant van je penseel gebruiken. En die in je witte verf dopen. Op die manier maak je mooie stipjes. En kijkt die direct wat vrolijk. En nu ga ik de achterkant, via de achtergrond eigenlijk invullen. Vaak werk ik eigenlijk andersom. En ga ik dus eerst de achtergrond maken en daarna mijn figuur schilderen. Maar in dit geval heb ik ervoor gekozen om het andersom te doen. En dus eerst mijn figuur te schilderen en daarna de achtergrond. Wat moeilijker is, aangezien dat je dus al geschilderd hebt. En ja, daar dan heel erg rekening moet houden met de lijnen die er al zijn van je figuur. En je ook de neiging hebt om daar langs te gaan. Wat kleur. Het wordt een beetje een wazige achtergrond. Een mix van verschillende kleuren. Ik doe meteen ook de zijkanten. Dat is mooier. Dan hoef ik het niet per se in een kader te steken. Ik kan het zo meteen eigenlijk al aan de muur. Dan gaan we nog een beetje beter afwerken rond het konijntje zelf. En dan komt er nog iets rond. Ik ga nog even over bekijken welke bloemetjes dat ik wilde. En nou, wolkje in de lucht. Weer weg. Het voelde gewoon zo, dus dat deed ik het ook maar. Dit is ook een velvet brush, ongeveer dezelfde maat als hiervoor.
En hier ga ik eventjes wat freestylen. Een paar bloemetjes en een stipje in het geel. Dat maakt het meteen ook weer vrolijk. En toen dacht ik, er moet nog één ding er wel bij natuurlijk. Aangezien dat het een paas schilderijtje is. Dus hierna voeg ik dan nog wat eitjes toe. Nog wat blaadjes. Nu heb ik er gewoon een paar ovaaltjes dat ik er op ga freehanden eigenlijk om gewoon wat eieren te creëren. Nu nog in het wit. En ik doe eerst wit omdat ik vind als je eerst wit doet dan komt de kleur erachter beter uit, komt mooier uit. Pakt ook meestal in één keer. Dus verschillende kleurtjes. Van onder nog wat donkerder voor de schaduw. En ook de eitjes van onder donkerder. Zo. En dan zijn we klaar. Bedankt voor het kijken en tot de volgende tutorial.